Wij gaan over naar de Surinaamse voetbalbondcompetitie, de eerste divisie. En hier hebben wij de wedstrijd Leo Victor en zij namen het op tegen Robin Hood. Kevin Pandoy kan zich wel wat raad mee, maar Shaquille Cairo die leest dat prima, trekt de bal voor. Pandoy blundert, hier is het eerste doelpunt. Robin Hood, minuut 4. En het is de speler Don Tuur die doelpunt nummer 1 scoort. Prachtige bal van Adipi op Richters. Het is een 3 tegen de. En nu Shaquille Cairo. En Cairo zegt, je wil een doelpunt, Dion. Nou, hier voor je. En deze keer doet Cairo het wel hoog in de touwen. En Cesar Almeida. Ook Donaghy Abena, die vecht onder de Surinaamse vlag. Die komt in actie. Oh, wat een pas. Wat een pas van Jamilio Richters. Schitterend gedaan. En Roche Roosevelt. Die is ingevallen. Richters en Segelaar in gesprek. Die bal is goed van Segelaar. En doelpunt. Dat is een goal. Mooi gedaan. Goed doelpunt. En het komt op naam van Guillermo Welle. Maar Robin Hood, die wil nog een keer gaan aanvallen. Het pad voor Stedenburg voor het doel is vrij. Maar Shaquille Cairo, die gaat naar Roger Roosevelt. Die heeft het aan Sandvliet. Sandvliet doet dat. En nu Cairo daar! Shaquille Cairo! Zijn tweede doelpunt en deze ontmoeting. Ja, en zonder twijfel. En dat is dat voor wat betreft deze wedstrijd. Een partij waarbij Robin Hood verreweg de betere ploeg is. Twee doelpunten van Shaquille Cairo. Roger Roosevelt die scoort met de eerste trap. Goede wedstrijd van Robin Hood dus. We winnen met 5-0 van Leo Victor. Deze partij werd vrijdag gespeeld. We hebben het live in uw huiskamer gebracht. En we hebben ook een wedstrijd op de zondag live in uw huiskamer gebracht. Dat is een wedstrijd tussen Inter Wanica en Brokkie. Laten we gaan kijken naar dat verslag. Uw commentator is Wilfred Galland. Maar Brokkie komt weer in balbezit. Suku! Suku, go! Sifilion Suku scoort voor rust nog het eerste doelpunt. Hele goede pas daarop, Adinda, go! De verdediging van Brokkie is slaapgevallen. Adinda hielp ze uit die slaap. Mooi gedaan door Inter Wanica, Pinas. Hele mooie dieptepaas. Go! Kago. De speler Malik Kago. Ja, en zo vieren ze het feestje. Brokkie natuurlijk in de aanval op dit moment, want ze staat achter met 2-1. Weer zo'n gevaarlijke vrije trap. Go! Het is Deel, dacht ik. Deel Ravenberg. Scoort hier de gelijkmaker. Toch niet. Adensiba. Scoort. Scoort.
Wat een end van deze wedstrijd. Brokkie die wint op het nippertje van Inter Wanica. We hebben nog een wedstrijd voor u en dat is de wedstrijd Slee Juniors. En zij namen het op tegen Voorwaarts. Hier hebben we dus de wedstrijd tussen Slee en Fori. Slee is ingooiende. En dus in het geel-blauw. En de ploeg van Voorwaarts is niet echt in het zwart-geel. Ja, dat is logisch, want dat zou een conflict zijn met de tenues. Maar ze houden het zwart-geel wel in de ploeg. Dat is dus hun broek en hun sokken. En Slee Juniors hier met de eerste goede kans in de ontmoeting. Hier een schot en een schitterende vrije trap gescoord door Rinus Habo in de 20ste minuut. Ja, de promovendus is dus de ploeg die als eerst scoort. Mooi doelpunt van Rinus Habo in minuut 20. Slee die bleef gevaarlijk en bleef aanvallen. Maar het is diezelfde Habo die een paar momenten na die actie het over het doel trapt. Voor die dag, nou, we moeten iets terug doen. En de ploeg kwam 3 minuten na het doelpunt van Habo opscoren. Fernando Hoepel scoort in minuut 23 het tegendoelpunt en het staat 1-1. Even later meer aanval aan de zijde van Voorwaarts. De drukking ging omhoog en op een goed moment kreeg ze zelfs een penalty. Fernando Hoepel belast zich met die penalty kick en het is 2-1. Op slag van rust, 45ste minuut, werd het dus 2-1 voor Voorwaarts. Fori die ging door in de tweede helft waar ze mee begonnen waren. Hier een actie te vroeg uitgelopen door de doelman en mooi in de bovenhoek geschoten. Densinho Amentani scoort in minuut 55. Mooi gedaan door Voorwaarts. En nu staat het dus 3-1. Fori doet goede zaken. Een winst zou ze op plekje nummer 9 zetten. Dus zij gingen lekker door hiermee. Slee heeft een goed aantal wedstrijden achter de rug. En hier scoren ze het 4e doelpunt. Javier Seiler in minuut 75. 4 voor Voorwaarts, 1 voor Slee Junior. Het waren dus 3 wedstrijden in de SVB-competitie. Laten we kijken naar de overige uitslagen. Want we hebben meer wedstrijden gehad afgelopen weekend. Hier ziet u het dan. 10 februari hadden wij Notch tegen PVV. Notch wint met 1-0. Leo Victor Robin Hood, dat heeft u dan net gezien. Robin Hood wint met 5-0. Zaterdag hadden wij Santos SNL 3-1 voor SNL. Slee Junior Voorwaarts, die zag u ook. Dat is 4-1 voor Voorwaarts geëindigd. Zondag hadden wij Brokkie Inter Wanica 3-2 voor Brokkie. En Inter Mungo Tapu tegen Flora 4-1. Dat waren dus de uitslagen. Maar laten wij dan ook kijken naar de stand van zaken in de SVB Eerste Divisie. Wij hebben Inter Mungo Tapu die op dit moment op nummer 1 staat. 5 gespeelde wedstrijden, 15 competitiepunten. Gevolgd door Robin Hood. Robin Hood die staat op nummer 2 met 10 punten. Notch op nummer 3 ook 10 competitiepunten. Brokkie die staat op nummer 6. Slee Junior op nummer 7. Brokkie met 7 punten en Slee Junior met 6 competitiepunten. Gaan we naar de rechterkant. Hebben wij SNL die op nummer 8 staat. Voorwaarts die staat op nummer 9. Voorwaarts heeft nog 4 gespeelde wedstrijden tot nu toe met 5 competitiepunten. Leo Victor die staat daaronder. En ja, de hekkensluiter in deze eerste divisie is Santos met nog steeds 0 competitiepunten. Dankjewel Shahnaz voor dat overzicht. En met dit binnenlands nieuws, met dit nieuws van de SVB zijn we aan het einde gekomen van het binnenlands gedeelte. Be standby voor het buitenlands nieuws.